And the next time if someone asks you if you're the brother of Sagan, yeah, just say yes. Welkom, het is dag 4 in Düsseldorf. We gaan vandaag kijken bij de tijdrit, want de Tour de France begint vandaag. En ik heb hulp van een professionele vlogger, van Bruno Bobbink, ook wel bekend als de Ronde Mister. En je kent hem misschien ook van zijn vlog Fietsbenen. Ja, ik ga vandaag rondlopen hier bij de Tour de France, bij de proloog. Voor mij is het voor het eerst, dus ik val hier eigenlijk met mijn neus in de boter. En het is gewoon super vet, zo groot georganiseerd. En het lijkt me tof om te laten zien hoe het er nou eigenlijk uitziet in de ogen van een liefhebber, dus ik als een leek. Mijn held Matthew Heyman, winnaar van Parijs-Roubaix. You want me to take the picture? Or... Oh god, will you? Yes, please. Thank you, Matt. De tijdrit zoals vandaag, wat is daar nou leuk aan? Je bent niet een specialist. Awesome. Maar... ja, voor mij is het... het is... Ik sta hier bij de Sunweb-bus met de hoofdmechanieker van Sunweb. En dit is de fiets van de Nederlands kampioen, hè? Dit is de fiets van de Nederlands kampioen. Maar niet tijdrijden, maar gewoon op de weg. Wat is nou echt het geheime wapen aan deze fiets ten opzichte van anderen? Aan deze fiets is echt het geheime wapen dat ze echt alles weggewerkt hebben in de fiets. Zodat we geen dingen aan de buitenkant hebben, zodat we helemaal aerodynamisch zijn. Dus geen extra luchtstroming hebben. In Nederland is een grote discussie over de kampioenschrijf van Sinkeldam. Astana was een groot voorbeeld. Die zijn eigenlijk een beetje de trendsetter geweest met een simpele kampioenschrijf. Maar het is grappig dat Fabio Aru nu eigenlijk weer helemaal terug is en nu gewoon volledig in de landskleuren rijdt. Het lijkt wel op dat je er echt zin in hebt. Je ziet er vrolijk uit. Ja, nou ja. Kijk hier, we mogen weer een Tour de France starten. Veel mensen hier. Ja. Je kunt er alleen maar vrolijk van worden. Filemon heeft een iets grotere camera dan ik. Ik moet alles zelf doen, ik moet mijn eigen camera vasthouden, hij heeft gewoon een cameraman. Tom, het is voor jou ook eigenlijk wel een andere Tour, want je hebt eigenlijk niet een officiële kopman. Nee. Dat betekent dat jij nu ook echt voor je eigen kansen mag gaan. Ik heb wel een officiële kopman, alleen hij wisselt nu per dag. Per dag wisselt hij. En normaal was er altijd één en heel soms twee, ja. Of anderhalf meestal. En nu gaan we het inderdaad per dag bekijken en ik ben benieuwd, ik heb er heel veel zin in. Ja, staat te wachten op Marco Minhaerts. Hij is de eerste Nederlander die gestart is. Ik heb nu een microfoon gescoord. Ziet er nog professioneler uit. Je bent vandaag als eerste Nederlander gestart, maar het is ook de eerste keer dat je start in de Tour de France. Ja, hoe was de proloog? Ja, het was heel erg zwaar. Het was gigantisch afzien. Vooral het laatste rechte stuk waar ik echt wel stil viel. Was het echt harken tot aan de finish. Ja, Laurens, je bent net gefinished. Hoe ging het eigenlijk? Ja, wel goed dacht ik, maar het parcours ligt nat nu en of toen ik reed zeker, toen regende het zelfs en dat gaat nog wat droger worden, dus er gaat veel schelen. Dat is wat mij betreft voor mij jammer, maar volgens mij waren de benen wel redelijk. Ik ben blij dat het begonnen is. En was het nou ook leuk om de proloog te starten? Het is natuurlijk niet jouw onderdeel. Was het ook leuk met het publiek? Er was wel veel publiek, dus dat was wel mooi, maar... Geef mij de bergen maar natuurlijk. Ik loop net deze kerel tegen het lijf. Ja, en dan moet je even goed kijken, maar volgens mij is dit gewoon de broer van Sagan. You look like the brother of Sagan. Yeah, but unfortunately I'm not. Unfortunately. Can you go as fast as Sagan as well? I used to go as fast as Sagan, but now I'm a married father of two kids, so I don't have time for cycling anymore. I'm a married father of one kid as well, and I cycle, so it's not a good excuse. Nah, fuck. And the next time if someone asks you if you're the brother of Sagan... Yeah, just say yes. Yes. Yeah, sure I do. Ik sta hier bij de jeugd van de Adelaar uit Apeldoorn. We zijn een hele grote fan voor... TV YouTube, hè? YouTube. Ik wil jullie dromen niet verbrijzelen. Nee, jullie moeten nu wel even juichen. Geuzek! Ik ren ook veel en ik merk als ik sterk voel, zelfverzekerd, dat ik dan op de top ben, dat ik ervan geniet en alles vanzelf gaat. Maar jij straalt dat op dit moment ook uit. Ik weet niet of ik zag het al bij het NK, maar je ziet er gewoon... Het is net een iets andere manier van beleven misschien. Hè? En dat als je fun hebt, dat weet ik van mezelf ook wel, dan is de kans groot op een goed resultaat. Moet natuurlijk ook links en rechts mee zitten, maar als je die randvoorwaarden in orde maakt, dan... kun je niks anders dan de hart voor aan en volledig gaan.
op het moment voel ik me goed. Dus ja, het is leuk om te zien dat je gewoon zo... Misschien kun je zo ook wat meer genieten van een hele tour. Hè. Did it go well? We'll see. Het was weer een enorm diepte interview met Michael Matthews even tussendoor. Ja, dan moet je kastje pakken, je moment moet je pakken. Ze wacht op mij. Ik trof ook Bauke Mollema, niet op zijn beste moment. Wel leuk om even gezien te hebben. Ik wilde hem graag interviewen, maar dat is dus gemist. We staan hier bij de bus van Lotto Soudal. En hier staat Greipel staat hier uit te fietsen. Ja, dat is gewoon, ik vind het een van de meest indrukwekkende wielrenners om te zien. Het is gewoon wat ze zeggen, het is echt een gorilla, echt een beer van een vent. Dat hij gewoon geen fiets uit elkaar trekt. Ik vind het indrukwekkend. Ja, jij hebt natuurlijk een kans hebben voor de gele trui. Maar ga je ook je eigen kans pakken nog? Ja, als ik de kans krijg, ga ik proberen voor mezelf een paar ritten te rijden. Ik heb jou wel opgenomen in mijn tourpool voor Scorrito. Dus als jij je best doet, krijg ik punten. Dus. Ja, en ik kost veel geld zeker, hè? Nee, ik heb niet betaald. Dus, Nee, ik ga proberen mijn best te doen. Maar we zullen zien, een rit winnen zou heel mooi zijn. Ja. En daarna kan ik alles op een ritje zetten. Rafa! Maika, Rafa! Rafa, Maika, Rafa! Rafa, Maika, Rafa! Ik weet niet wie de gekken zijn, de Polen of de Colombianen. Quintana komt eraan en mensen worden helemaal gek. Hier hoor! Nairo Quintana heeft de meest gekke fans so far. Daar kunnen gewoon geen 30.000 Polen tegenop. Dus gewoon een vrouwtje van ergens in de 60. Die trekt de Quintana gewoon bijna van de fiets voor een foto. Die staan gewoon te huilen bij de bus van Quintana. Dit was de proloog. Het was echt een hele toffe dag. Jammer dat de hele dag regende, maar dat maakt het ook wel weer op een of andere manier knus of zo. In ieder geval, ik vond het zo vet dat het mijn dag niet verpest heeft. We hebben eigenlijk geen enkele renner echt zien fietsen, maar dat is het lot van een journalist. We hebben hier tussen de bussen gelopen, we hebben alle reacties opgevangen en het gaat een mooie tour worden. Het gaat een hele mooie tour worden.